wacht uiteindelijk te lang. En dan ligt er dus ook wat ruimte voor Van Aanholt. Bastikoglu sprint terug. Heeft de bal niet. Van Aanholt. Slingert het er maar in één keer voor. Dat gaat Lewin. Van Aanholt in de slag met Pereira. Geen onaardige voorzet, wat heet dit? Kan 2-0 worden? Wordt dit 2-0? Nee. Goeie ingreep. En Matthias Johansson. De Roon. Larsson. Goed. Van Aanholt. Legt af. En daar is de 2-1. Slagveer. Mooi uitgespeeld. Goed werk van Aanholt. Van Aanholt. Talapara. Talapara. Ja, het is 2-0. En dan gaan we daarna kijken. Van Heerenveen heeft PSV niet zoveel meer te duchten. Larsson. Van den Berg is geblesseerd geraakt. Was er ziek over? Die weer terugkeert in het veld, Henriksen. Die valse rechtsbuiten dus eigenlijk. Waardoor Berghuis een vrije rol heeft. En dan sta ik die opkomende mensen enigszins het vuur aan de schenen te leggen. Dubbel. Heerenveen is zoeken. Jurgensen. Goed werk van Aken. Van Aken mee. Hier is Van den Berg. Uiteindelijk Van Aanholt. Die de bal keurig verplaatst richting Slagveer. Berghuis. Op papier rechter spits, maar in de praktijk in een vrije rol. Peters. Armenteros en Kamphuis zijn geen vrienden. Larsson, mooie beweging, daar gaat hij weer. Op snelheid richting strafschopgebied. Van Aanholt krijgt hij die bal voor, dat krijgt hij. De bal is nog steeds binnen. Partij bij Smit. Had hij dat wel gedaan? Er was een ruimte geweest. Nu loopt Cabral zich vast. Komt Van Aanholt eruit. Ja. Kamphuis. Dan moet ik verwachten dat ze daar wel de bal buiten trappen. Nou, Van den Berg lijkt ook wel verder te kunnen. Twee keer was Lamprou de baas. En nu dan weer goed. Die naschiet. En die vol rust. Al een keer had kunnen scoren. Toen redde ook Lamprou. En in tweede instantie Peters op die.
Tern met Lucas. Echt best. Maar van Arnold voordat Armenteros verder kan. Het is toch zeer kordaat en krachtig en goed ingrijpen van dit toch nog jonge, op sommige plaatsen onervaren Heerenveen. Een elftal gemaakt dat weet wat het moet doen. Ik wil niet zeggen dat het een groot. Van Arnold.